De uitschakeling in het bekertoernooi afgelopen dinsdag kwam voor SC Heerenveen aan als een flinke dreun. Heeft de ploeg deze teleurstelling inmiddels al verwerkt? Nou, nee, niet helemaal denk ik. Ik denk dat je daar wel even voor nodig hebt, maar we moeten wel verder, dat is duidelijk. Nou, is het moeilijk om die knop om te zetten richting Feyenoord? Nee, ik denk dat het alleen maar plezierig is om snel weer een wedstrijd te spelen. Het is wel jammer dat je nu ook ziet dat NAC Telstar uitgeloten heeft en dat je dan misschien wel ver had kunnen komen. Ja. Feyenoord, de tegenstander van zondag, presteert dit seizoen ondermaats. De ploeg van Mario Been staat slechts op de 14e plaats van de ranglijst en heeft de punten hard nodig. Dost verwacht dan ook een getergd Feyenoord aan de aftrap. Ik heb het tot nu toe 2 keer gespeeld en 2 keer gingen ze volle bak voor eigen publiek spelen. Dus daar ga ik nu ook vanuit. Alleen, het is ook gebleken dit seizoen dat Feyenoord ook nog zijn problemen kent. Dus het is aan ons om dan maximaal gebruik te maken van de fouten die ze maken. Heerenveen speelde tegen NAC Breda misschien wel de slechtste wedstrijd van dit seizoen. Het elftal van trainer Ron Jans is duidelijk nog zoekende naar de juiste vorm. Ja, we zijn zeker nog zoekende. Er zijn momenten dat je naar ons kijkt dat je denkt van het gaat eigenlijk hartstikke goed. Als je bijvoorbeeld de eerste uur kijkt tegen, of in de eerste helft vooral tegen Heracles, dat is gewoon hartstikke goed. En dan vervolgens verspeel je het daarna. Dat is inderdaad jammer. En daar zie je ook het grote probleem bij ons vaak. Dat wij niet in staat zijn om een hele wedstrijd een bepaald niveau te halen. En ja, dat is zaak om dat een keer om te gooien en een keer een wedstrijd overtuigend thuis met, 3-4-0 te gaan winnen. En het zal zondag een strijd worden. Het is ook een andere tijd dat we voetballen, 16:30, de eerste keer dat we dat doen. Dus het zal veel strijd worden, maar ik hoop ook dat het een beetje samen gaat met goed voetbal. Want dat is wel zo mooi, dacht ik. SC Heerenveen haalde uit de laatste 4 competitieduels 9 punten. Die cijfers moeten toch voor een positief gevoel zorgen. Precies, dat is inderdaad het tegenovergestelde. We halen wel gewoon punten. Alleen, ik ben zelf wel iemand die dan ook ziet dat het nog allemaal veel beter kan. En dan heb ik wel zoiets van, als we ook zo ver kunnen komen dat we in staat zijn om die wedstrijden gewoon goed af te maken, dan gaan wij zeker bij die eerste 5 eindigen. Hoe is het met de scherpte? Want we zagen jou vandaag op de training een beetje latje trappen, maar ja, dat ging niet echt heel erg denderend. Nee, maar ik moet het ook niet hebben van mijn technische manier van trappen. Daar hebben andere jongens voor. Maar nee, dat klopt. Daar was ik niet best in. Heb je goed gezien. Maar zondag komt het goed, toch? Ja, ik heb een goed gevoel, dus we zullen het zien.